Maar gelijk mee beginnen? Ja. Er is zoveel dat is de afgelopen weken gebeurd. En we weten niet zo heel goed of dit aanslaat. Of mm -hmm. dat mensen dit leuk vinden. Ja, maar nu hebben, men, hebben mensen geen idee wat we nou gaan doen. Met ja, oh, we... dat hebben we niet gezegd inderdaad. Ja. Want dat was eigenlijk het derde punt waarom we het wilden doen. Is ja. om mensen ook bij elkaar te brengen. Want we gaan... Wanneer ervaarde je voor het laatst schuldgevoelens en waarom? Vaak genoeg. Maar de laatste tijd nogal veel rondom de documentaire die we ooit hebben gemaakt. Over autisme. Maar mm. ook een klein beetje rondom uh, de serie die ik heb gemaakt over wat nu. En uh, dat die nu al vijf jaar geleden is. En dat ik altijd heb gedacht, ik wil daar nog iets mee doen. Maar vooral die documentaire over autisme, daar hebben we zelfs al opnames voor gedaan de afgelopen jaren. <coughs> maar daar ben ik nooit aan toe gekomen om iets uh, mee te mm -hmm. gaan doen. En vooral die meiders die uh, naar ons toe zijn gekomen na aanleiding van de docu. Die uh, uh, hun verhaal vertelden uh, wat de docu voor hen betekend heeft en zo. Ja. ja. Maar daar hebben we wel leuk nieuws voor. Zeker. Zullen we maar gelijk mee beginnen? Ja. Dus er is zoveel de afgelopen weken gebeurd. Zeker sinds de laatste podcast. Um, en Het eerste, nou, als je kijkt, zie je al iets in staan. Maar daar ga ik daar even over hebben. Maar ja. Hetgene waar ik het nu over ga hebben, is iets wat we misschien nu uh, anderhalf maand, twee maanden geleden bedacht hebben. Mm -hmm. En dachten: van dit moeten we eens een keer gaan doen. En gewoon een datum prikken en gewoon doen. Want de afgelopen jaren wordt er best wel vaak gevraagd van joh. Geef je lezingen? Kan ik daarbij aanwezig zijn? Um, kan ik, kunnen we jullie wel eens ontmoeten? Ook over de documentaire of er nog een deel 2 komt. Nou, we hebben alles gebundeld <laughs> tot één ding. Ja. Uh, en het is een soort van try-out. Want we gaan het theater in. <gasps> Klinkt uh, bijzonder, hè? Had ik nooit verwacht dat ik dat ooit zou zeggen... want dat is uh, waar mijn angsten begonnen, was in het theater en, uh, Maar ja, nu... dat is dan ook alweer echt een uh, goede Cir opening uh, van, van de show. En jij vindt het nogal spannend? Ja, nou ja, het eerste idee was eigenlijk... Uh, dat je een deel 2 wilde maken van de autisme-docu. En dat, toen, zei, toen zei ik van... is het dan niet leuk om dat dan een soort van première-achtig ergens te doen... en dat Wat Nu-serie uh, daar ook een update van te geven... Ja. En uh, daar heb ik eigenlijk akkoord op gegeven. Nee, dat is niet helemaal waar. Dat is niet helemaal waar. En nee, 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 nee. Uh, toen werd het opeens een grote ingestudeerde show. Nee, helemaal <laughs> niet. Nee, kijk, ik, mij leek het dus leuk om alles te combineren. Ja. En we weten niet zo heel goed of dit aanslaat. Of mm -hmm. dat mensen dit leuk vinden. Dus wat we gaan doen is uh, een eenmalig, in ieder geval een eenmalige show. Vet gezellig live noemen we het. Uh, <laughs> we hebben een uh, theater in de buurt, uh, heb ik gewoon afgehuurd. Op, oh, nu moet ik het goed zeggen, 9 juni, dacht ik. Zondag 9 juni. Ja, het was ja, geen 6, toch? Nee, 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 9 juni. Je, 9. 9 juni. 9 juni, in de middag, uh, gaan we theater in. Yes. En vanaf nu zijn die tickets ook te koop. Ik heb geen flauw idee of dit gaat lopen of gaat werken. Ja, maar nu hebben, we <laughs> men, hebben we mensen geen idee wat we nou gaan doen. Zou ik het even beknopt uitleggen? Ja, we Dat hebben we toch gezegd net? Ja, Oké, okay, okay, een... nou, Guylaine is van de van de van de, van de Ja, anders weet je, toch niet, je weet toch anders helemaal niet waar je voor komt. Oké, okay, waar, kom, waar komen nou, we eens voor? Je komt ten eerste uh, volgen dus een update van de autisme Doku. Ja. En wat, we dus, uh, wat ons dus leuk lijkt, is om een soort van vervolg te maken. Ja. Uh, met daarin dus ook die interviews met de meiders. Um, die al naar ons toegekomen zijn. Wat heeft het doku voor hun betekend? Ja. Daarnaast de wat nu serie. Uh, en en uh, trouwens, vergeet je ook dat we de afgelopen jaren wat dingen hebben gefilmd van jou. Ook ja. Die worden erin verwerkt. We hebben een wat nu serie. Nou, voor de mensen die mij heel lang volgen, weten dat vijf jaar geleden mijn relatie uitging. Dat ik heel erg angstig op de bank zit en niet meer durfde. En eigenlijk mijn verhaal, die ik uh, als presentatie vaak aan scholen en dat soort dingen doe. Uh, ga ik een uitgebreidere versie van doen in, de, uh, in, de, in, in theater. Yeah. Met een soort van update video. Want ik heb namelijk de afgelopen. Jaren ook nog wel dingen gefilmd. En ik was van plan om sowieso terug te gaan blikken op uh, die tijd. En uh, hoe dat nu gaat en waar ik nu ben tegenaan gelopen. We hebben, ik weet, ik kan me nog herinneren dat we een heel gesprek hebben gehad in Van der Valk laatst. Daar heb ik ook helemaal opgenomen. Oh. Dat zal er ook deels in verwerkt kan ik worden. Ik zal het niet meer herinneren, joh. we hebben. Um, ja en, en het feit dat mensen dus uh, dat ik dat ik niet echt meet and greet doe, maar mm -hmm. dat wel vaak berichten van krijgen wat ik trouwens echt een raar idee vind, maar goed. Uh, en ik dacht van waarom kunnen we dat niet gewoon allemaal combineren? Ja, het is eigenlijk een leuke kans om uh, om uh, een soort van first, um, hoe zeg je dat? First. first ja, ik wilde first peek zeggen, maar dat doet niet. Een uh, sneak peek. Ja, een sneak peek te krijgen, want het is een sneak peek. Ik weet niet of de docu ooit online gaat komen. Misschien ik wel. wel. Ik, nee, weet het nog niet. Oh. Ligt er een beetje aan. Kijk, als er hier meer vraag naar is in andere steden... leek het me leuk om, om, om echte kijkers te ontmoeten. Mm -hmm. En mensen die het interessant vinden ook echt dat te laten zien. Ja. En misschien dat het ooit dan online komt, maar niet nu gelijk. Nee, oké. Okay. Um, omdat ik het ook leuk vind om jullie te ontmoeten. En jij volgens mij ook. Want we, hebben, we krijgen zoveel Zeker? leuke berichten ja. altijd en zo. Dus ik dacht, dat moeten we gewoon gaan doen. Vanaf nu is de kaart verkoopter... Ik heb geen flauw idee. Er kunnen 140 mensen in. Nou, eigenlijk 150, maar ik heb er 10 uh, afgehaald. Uh, 140 mensen kunnen erin. Het is 12,50. Uh, ik vind er eigenlijk geen reet aan. En het, het is, is lekker, alleen maar om het, uh, om, het, om het leuke. Het is lekker laagdrempelig op een uh, zondagmiddag. Ja, dat dus vinden we zelf niet, fijn. Je uh, niet eruit wanneer het donker is, of wat dan ook. En je gaat ook naar huis wanneer het nog. Ja, maar licht het is, is juni. Denk ik. Sowieso is het dan licht. Ja, het is nog licht. Ja. ja, maar dat vind ik altijd zo verschrikkelijk. Ja, we willen eigenlijk een, soort, een beetje een matinee-achtige uh, setting is wat het gewoon. Is dat? Ja, dat zijn minder voorstellingen. Oh. Die zijn wat relaxer, vind ik altijd en zo. Ja. Dus ja, dit dus. was ons idee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mochten het niet uitkopen te raken en er zijn er maar tien mensen... vinden we het ook helemaal leuk. Het is echt een hele intieme setting. Dat is een heel intieme setting. Maar we zijn dus de komende half jaar gaan we hier aan, aan werken. Ja. En mochten nou mensen zijn van... ja, kijk, ik woon in Groningen, maar zouden jullie dit ook niet in Groningen doen? Of weet ik voor wat... of we hebben ideeën daarover, werk je bij een theater... of weet ik voor wat, waar, die ik zou kunnen huren voor dit soort dingen... Laat het vooral weten, want uh, mocht dit een succes zijn, dan denk ik dat we het wel vaker gaan doen. Ga jij het in de, in de bio zetten? Of hoe ja, ga je dat link doen? in bio, link ook in de beschrijving. Dus uh, ga, check het vooral. Ja. Ik hoop dat die al geüpdate is, want op dit moment staat de poster er nog niet bij. Nee, ja, dat uh, had wat complicaties. Ja, wat complicaties. Maar goed. Er is een hoop gebeurd de afgelopen dagen, mm -hmm. afgelopen week. Uh, we zijn naar Antwerpen geweest, komen vlogs van online. De eerste is online gekomen. Onze merches uh, of onze, onze overprikkeld club uh, lijn is gedropt. Superveel positieve reacties, maar we hadden niet verwacht dat uh, degene die uitverkocht is geraakt dat dat degene was die uit zou verkopen. Mm -hmm. Want die vond ik best wel intens. Ja. <laughs> um, over het op dit moment zijn er nog producten te koop. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, ga er vooral naartoe. Um, normaal verkopen we in één keer uit, maar we hadden dit keer wat meer dingen aangeschaft. Dus uh, er zijn echt nog dingen te krijgen. Dus dat is wel fijn. Ja. Daarnaast heb ik er al een keer over gehad in de, in de podcast. En als je dit luistert, dan heb je er geen reet aan. Maar ik laat nu een display zien met onze spellen erin. Dit gaan we dus uh, binnenkort hopelijk in winkels neerzetten. Want we willen gewoon zoveel mogelijk mensen hiermee kunnen bereiken, ja. zoveel mogelijk mensen die dit kunnen afnemen. En dan kun je het uh, gewoon lekker uh, op je gemakje bekijken in de winkel. Als het, uh... Precies, want dat is dus ook het ding. Ja. Want omdat we het steeds online verkopen. dan hebben mensen. Alles, mensen willen het ook even in handen houden. Nou, dat, dat kan dan. dus nu. Dus mm -hmm. we gaan proberen om dit bij uh, een keten of iets uh, te slijten. En zo niet, dan <laughs> hebben we heel veel leuke doosjes. Ja, Zo niet, dan, uh, dan staat ons hele kantoor vol met displays. Ja, dat is ook leuk toch? Ja, het ziet er in ieder geval gezellig uit. Precies. En onze webshop, dat heb ik al in de vlog gezegd. gaan we zelf weer doen. Komt er in het nieuwe jaar aan. Daar gaan we het allemaal over hebben in een andere podcast. Mm -hmm. Maar uh, nu, waar gaan we het nu eigenlijk over hebben? De vorige podcast hadden we het over de slur ja. waar we in zaten. En, de slurf. Toch? <laughs> welke slurf? De grote slurf. De hele grote slurf van het leven. Mm -hmm. En veel mensen interpreteren dat wel alsof dat altijd ons, uh, ja, alsof we daar echt nu dan in zitten, maar dat is wel. Dat zijn gewoon leugens. Fragmentarisch in <laughs> ons leven is. Fragmentarisch? Ja, weet ik veel zeker. Maar, ik helemaal allemaal moeilijke woorden, joh. Nee, het zijn, het zijn, het het zijn, het zijn momentopnames. Momentopname. Ja, het zijn momentopnames. Dus op dat moment was het de volle maan. En ik weet niet of je erin gelooft. Ik geloof er eigenlijk niet zo in totdat je het ging voorlezen. Dat letterlijk de volle maan die we toen was, uh, stond voor alles wat we. Dat moment ervaren. Ja, en twee dagen niet, later uh, was het weg. Ik vind dat niet een kwestie van geloven of niet geloven. Het is gewoon zo. Nou ja, ik vind dat wel een kwestie van geloven <laughs> of niet geloven. Ik geloof er niet in. Maar ik heb altijd, ik slaap altijd op het moment dat ik echt heel slecht slaap en ik slaap echt fantastisch. Dan ga ik gewoon wel eens even googelen En dan zie ik toevallig dat het vaak volle maan is dan. Ja. Nou ja, um, ik, uh, ik hou wel van dat soort dingetjes. een verklaring vinden voor iets, toch? Mm -hmm. En ik had dus ook gegoogeld, maar jij ja, was allemaal uitspraken aan het doen over de sleur en het verwaarlozen van vriendschappen. En uh, toen ja. ging ik dus deze volle maan even intikken, zo. wat voor een effect heeft deze. En toen stond er dus bij over de sleur en um, nadenken over de contacten in het leven. Mm. En dat vond ik dus erg uh, grappig om te ja. lezen. Er was super veel mails van mails. En we hebben heel veel berichten gekregen, vooral ja. van uh, mensen die zeiden: van ja, misschien kun je dit en dit en dat. En dus, dus en zo doen. Sommige ja. mensen gaven ook toe dat, inderdaad, een auto maken het of een auto hebben veel makkelijker maakt. Mm -hmm. uh, nou, dat is een, een, een discussie voor later, want uh, de auto is er nog steeds niet. Uh, dus dat gaan we later pas vinden. Ja. Maar we hebben nu nog niet echt een. een uh, Laat zo zeggen, we hebben nog geen bijlen gegooid. Want de afgelopen week zijn we in Antwerpen geweest. Ja. Uh, en dat was ook wel even lekker om uit het sleur te komen, maar... We hebben het show aan het leven gegeven in Antwerpen, toch? Maar we hebben wel precies dezelfde dingen weer gedaan als normaal. Nou, um, in Antwerpen um, zat ik een oude vlog te kijken van ons dat we in Antwerpen waren. Ja, klopt, ja. We zaten in Antwerpen een oude vlog te kijken dat we in Antwerpen waren. Ja, en toen... <laughs> Het was wel grappig, want we waren er aangekomen op dinsdag ja. en dat was dan bij toeval eigenlijk meer, omdat we, we wilden eigenlijk op woensdag er naartoe, maar ja. uh, de OV had een staking en we moesten eigenlijk al eerder, want anders was het onzeker of we wel zouden kunnen komen. Nou, op de dag dat ik een presentatie had, want ik ging voor een presentatie, uh, was die staking er ook nog, dus we moesten ja. sowieso al eerder komen. Ja. Uh, maar toen bleek de staking iets langer te duren en toen moesten we nog een dag eerder. Ja, en uh, ik vond het in eerste instantie niet zo erg. Omdat uh, ja, ik vind Antwerpen eigenlijk een hele leuke stad. Ja. Maar uh, toen lagen we daar dus uh, lekkere, hele mooie. Uh, het was meer een appartement. Mooi appartement uh, ja. slash uh, hotel. Ja, ja. Uit, uh, wel een beetje uit het centrum. Maar dat was wel handig. Want dicht in de buurt moest jij die presentatie ja. geven. Dus helemaal toppie. Was getipt door een kijker trouwens. Uh, nou, dankjewel. Ik vond het een heel leuk appartement. Ja. Echt. Uh, ja, hing een uh, goede sfeer en um, ja. schoon. Lekker eten. Heerlijk, lekker eten, ja. Oh. Maar goed, um, toen was het dinsdag uh, richting de avond. Ja. En toen heb jij dus gereserveerd via een robot bij het, bij het restaurant. Ja. Het hotel, restaurant. Ja. Dus wij uh, wachten, wat we best wel trek. Ja, we hadden niet zoveel gegeten in de middag. We hadden om zes uur gereserveerd, we houden echt van vroeg uh, uit eten gaan. Het liefst eigenlijk vijf uur, maar ze ging pas om zes uur open. Ja, precies. Dat zei die robot dan nog wel even net... Nee, dat zei hij niet, hè? Jij moest dat zelf aanwijzen. Aan ja, die, uh... die robot die ging niet helemaal lekker, laat het zo zeggen. <laughs> Toen zei die oh ja, sorry. Oh ja, sorry, nou je hebt gelijk. Ja, ja dat weet ik, pik, staat er ook. Uh, maar goed, wij kwamen dus aan bij het restaurant daar. En uh, gelukkig was het in het hotel, maar dat was dus helemaal gesloten. Um, en horeca in Antwerpen is dus heel vaak dinsdagavond gesloten. Ja, blijkbaar. Want om me heen was het ook inderdaad veel gesloten. En toen keek jij die video terug. Nou, ik zei dus tegen jou: Dan moeten we nou echt met kappen, onvoorbereid ergens heen gaan. Niet op, reserveren, niet kijken van wat is er wel open. En, en dat precies dat wat ik nu zeg, mm. dat zei ik toen ook in die video. Toen kwamen we ook op dinsdag aan. Ja. Het was precies hetzelfde, maar we vergeten gewoon zoveel. Ja, wij zijn niet, wij zijn niet volop bezig met het leven. Wij, 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 wij gaan wel vaak go with the flow. Ja. En dat we dan denken, ja, we zien wel. Ja, ja. precies. Heel vaak is het, we zien het wel. Ja, maar dan komen we toch, lopen we toch altijd tegen dingen aan... Die, waar, we altijd, niet, waar we zelf niet zo enthousiast van worden. Zoals dit soort dingen. Nee, dus uiteindelijk konden we wel gelukkig lekker eten bestellen bij hun, Onze favorite stacky. Uh, ja. Nou, en we konden er ook heen, maar dat was dan weer met OV en ik heb nou we waren echt... al zagrijnig en moe. Ik heb nou echt het idee dat we nu dingen zitten te vertellen, een soort van napraten over de vlog die ze maandag hebben gezien. Nou ja, dat is toch leuk. Oh, oké, okay, Dat is meer een insight, een, een echte insight-kijkje. insight-kijkje, ja, 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 ja. Maar, ik wil nog even terugkomen dan op dat, uh, dat hele sleurgebeuren. gebeuren. Ja. Wat gaan we nou als eerste doen? Gaan we potten bakken? Ja, ik wil eigenlijk we... heel graag potten bakken, ja. Of gaan we... Ja, maar wat heb ik hier? Kleien. Kleien. Of uh, bonbon maken. Bonbon maken, ja. Elke, ik vind, elke uh... zaterdag in Leiden kon het, zag ik. Leuk. Zou dus kan? Ja. Maar ik denk nog steeds bijlen werpen. Nee, dat, trouwens, dat kon je pas vanaf vier personen. Dus dat was een kloten. Ja, maar je moet gewoon voor die twee extra personen betalen. Ja, maar dan ben je 80 euro Je kan wel meer bijlen, denk ik om je te weet meer bijlen krijgen. Kun je misschien met twee tegelijk werpen? Dat zou kunnen. Ik weet het niet. Ja, ik persoonlijk kijk niet zo heel erg uit naar werpen. Ja, maar het is toch leuk? Gewoon om zo'n bel zo tegen iets aan gooien? Ja, aangooien. ik snap het niet. Ik zou op ja, zich wel zo'n tv's in elkaar slaan. Ja, dat lijkt me wel lekker inderdaad. Ja even een hele, maar ook wel weer zonde. Escape room, zei je dat nou? Ja, het is toch een soort escape room? Wil je een idee? escape room doen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb nog nooit een escape room gedaan, omdat ik altijd mensen hoor dat je algemene kennis moet hebben. Ja, ik ben dus bang dat we daar dus te dom voor zijn. Ja, ik heb geen algemene kennis. Joh. Kunnen we niet. Het eerste, een escape room is wel het makkelijkste om te boeken, denk ik. Wat hier achter ligt, bedoel je? Ja. <laughs> ja. We willen vooral niet uh, verder dan 100 meter van waar we nu zitten. Het liefst niet, nee. Nee, nee maar goed. Ja, ik denk dat we toch eventjes iets moeten gaan doen binnenkort. Ja, nee, dat is toch prima? Ik vind het leuk, hoor. Ik hou er wel van om uh, lekker te kleien en zo. Kleiwerpen, is dat ook nog een ding? Klei daar schieten. Nee, kleiwerpen. werpen. Klei tegen de muur aan gooien. Dat lijkt me ook wel lekker. Aardewerk tegen de muur aan gooien? Dat nee, is, denk... klein. Uh, Zacht klei. Waarom zou je dat tegen de muur <laughs> aan gooien? Wat is dat voor raars? Gewoon voor het idee te zien hoe het tegen die muur aan splashed. Het lijkt me gewoon lekker. Ja, gezicht. maar schat, dat is echt. Dat is echt... Totaal niet satisfaction. Satisfying. Je gooit het tegenaan, en is plomp, plomp. Echt? Ja, tuurlijk. Ik heb het idee dat het dan zo eerst indeukt tegen de muur. Ik wil een, een stukje van... klei voor je zo kopen en dan gaan we dat doen. Ik denk dat een drol van jezelf tegen de muur aan gooien leuker is. Nee, joh, dat is een vieze kiederboel. Ja, dat is mijn. Ja. Nou goed, oké. Okay. En je ja, ruikt liever scheid op dan klei? Nou ja, op zich. Oké. Okay. Ja. Nou, ja. Maar zijn we een beetje uit de sleur gekomen dit weekend, denk je? Of ben je uh, me nu alweer zat? Nee hoor, ik ben je nooit zat, schat. Mm. Ja, er werd ook nogal gezegd, dat we meer dingen apart moesten doen. Echt? Ja. Oh, wat ja. heftig. Ja, ik denk dat mensen dan toch verkeerd interpreteren wat wij bedoelen. Ja, zeker. Want we vinden het juist gezellig met z'n tweeën. Wij vinden het allerleukste om met elkaar dingen ja, te doen. Ja, als we niet met z'n tweeën dat doen, dan vinden we het eigenlijk een beetje saai, want ik willen we het eigenlijk aan elkaar vertellen. <laughs> ja. ja, en ik kan me voorstellen dat er ook heel veel mensen zijn die dat niet begrijpen, maar dat hebben wij nou helemaal wel. Ja, ik denk dat, uh, dat het... Dat er verschillende soort typen zijn, um, ook qua relaties. Maar ik ben iemand die wel heel graag dingen doet met mijn relatie. Ja, ik heb dus het idee dat ik, ik heb een. Uh, uh, ik heb natuurlijk hiervoor ook een relatie gehad, een lange relatie, mm -hmm. en daar deed ik ook veel mee samen. Toen dacht ik op een gegeven moment van, oh, ja, misschien is dat dan niet goed dat ik te veel samen met iemand doe. Toen heb ik nog geprobeerd, uh, iemand die wat meer zijn eigen leven had, ik vind dat toch best een beetje saai. Mm -hmm. Dus ik ga er wel lekker op om eens tweeën dingen te doen mm -hmm. maar ons wereldje wordt wel een beetje kleiner daardoor misschien aan de andere kant weet ik het ook niet echt. En daar vind ik eigenlijk helemaal niet nee ja maar ja je staat er nooit bij stil je moet toch gezellig met z'n tweeën hebben dat is het belangrijkste vind ik dat denk ik wel inderdaad ja oh en dus napraten van het vorige podcast. Ja. maar En we kregen veel... het is tijd dat jullie aan mijn kinderen beginnen. Dat vond ik wel heel heftig eigenlijk. Want ja. daar zeg je dus mee... zodra je je relatie... dat het een beetje saai begint te worden... dan moet je het, het ook leuken met een kind. Ja, ik, ik denk, leuk je daar de relatie mee op? Ik dacht dat het juist een uitdaging was op je relatie. Ik denk dat we hier gewoon een aparte podcast over moeten maken. maar Ja? Ik vond het... Nou, zullen we het er niet gewoon over hebben? Oh, jij bent bang mensen... Het, een, tegen het zere been te schoppen. Ik wil uh, uh, nog even vrolijk 2023 uitgaan. Oh, okay, ja. Ik vond het 20... een hele, hele aparte uh, opmerkingen. Want ik denk, je gaat als iets wat, wat op het moment niet zo leuk is, ga je nooit leuker maken met kinderen, lijkt mij. Maar ja, goed, uh, daar zijn de meningen over. Verdeeld, ik zeg niks. <lacht> <lacht> ik ben even. Ik nee, brand je handen dan, on... <laughs> ja. Nee, ik denk dat wij heel veel luisteraars en kijkers hebben die kinderen hebben. Ja, nee, maar het is toch leuk als jij uh, door bent op kinderen ja ik vind kinderen wel leuk van van andre, van anderen ja, tien minuten. op dit moment tien minuten en een uurtje hooguit, U, hoog, hooguit uur. twee uur mag ook wel ja twee uur mag als Ligt ze dan wel. een uur voor de tv Ligt ze wel welke kinderen dan ja dat is wel waar als ze dan inderdaad voor de tv zitten inderdaad ja nee hoor. Nee, nog geintje. Nee, maar uh, nee, kinderen gaan we het nog wel een keertje over hebben hoor. Maar, uh, oh, en oh, ja, nog iets wat gebeurde. Het is een hele grote uh, reactie. Uh, een reactievideo, ja. Een zakenreactievideo op reacties. <laughs> nou, ik had dus een Instagram-post geplaatst van Antwerpen. En dat ja. was dus inderdaad dat ik de presentatie aan het doen mm -hmm. was. En daar stond Al ritstier ja. op een stoel. En er stond Guylaine Ritstier ja, op een stoel. ik was echt helemaal verheugd toen ik binnenkwam naar in die zaal. Ze, ze, ze zat naar haar handen te kijken. Van te waar, kijken is van, he, waar is die ring dan gebleven? He? Ja, het is echt bizar gewoon. Maar ik had dus die foto's geplaatst, gewoon omdat ik die foto's leuk vond. En toen kreeg ik allemaal reacties van mensen die... Uh, en ook likes op die reacties van... Uh, hè? Hebben we iets gemist? Mm. Uh, hè, wat? Dat, nou goed, je hebt niks gemist. Nee, het was voor mij ook een verrassing. Maar, maar. Het komt er wel aan. Nee, maar... Ja. Ik denk wel dat al... Stel, we zouden ooit trouwen. Ik denk dat het al... Ik vraag me af. Maar stel het zou gebeuren, weet ik niet of ik het snel online gelijk ga delen. Hoezo niet? Is toch prima? Ja, ik weet het waarom niet. zou je je liefde niet delen, schat? Schat, als ik jou ooit een huwelijk zou vragen. Liefde. ik heb, nee, ik ben al een keer helemaal teleurgesteld daarin geraakt. Ah, ik durf joh. niet nog een keer. Eén te... ervaring die niet zo lekker was. als liep. Krijg je daar twee, dan is ja, die loser die. Ik heeft ben te ook teken. een keer verloofd geweest, hè? Oeh. Oeh. Zijn we allebei verloofd geweest, meid? Ja, ik heb het alleen niet online gedeeld met een hele grote groep... Uh, met 20k mensen. Ja, het was 100.000. Oh sorry, ja, dat wist ik niet. Ja, die ene video is toen honderdduizend keer bekeken. Ja, oké, okay. maar ja, het zijn allemaal mensen die je niet kent. Nee, dat ken is ook toch. zo. Maar hij kreeg wel veel. Dat uh... was wel een ongehuurde uh, aanzoek, vond ik. Hoezo? Ja, ik vond het een beetje een, uh, ja, niet om lullig te zijn. Ik heb hem later nog teruggekeken met jou, hè? Ja, ik weet het. Want ik vind het altijd wel. Die video staat ook niet meer online. Dus. Weet je hoe leuk het is om om het leven van je vriend voor jou te zien, omdat hij het allemaal gefilmd heeft, ja. ja. Ik vind het echt geweldig. Ja, jij kan dat van mij niet zien. Ja, dat vind ik wel jammer, want ja. soms zou ik het wel willen zien. Ja, ik wil zo. ook heel graag gewoon dat uh, uh, mensen, waar ik uh, mensen, mannen waar ik mee een relatie heb gehad, dat die gaan vloggen. <laughs> dat lijkt me zo leuk. Ik zou ook wel leuk vinden als. Wij, je, uh, je verliest gewoon dat kijkje in iemands leven als ja, je dat is waar. geen contact meer met iemand hebt. Dat is waar. Maar goed, ik had jouw aanzoek dus gekeken, maar het was wel echt wel een eng parkje waar je dat deed. Nou, dank je. Ja, nee, ik vond het echt eng. Ja, maar weet je wat het was gehad? Ik kan het nog wel eens een keer gaan vertellen, maar dat weet je al lang. Ik was gewoon zenuwachtig. Ja, oké, okay, maar je had dacht... gewoon maar iets uitgekozen op de zien. Nee, kaart ik dacht dat zo. het een mooi park was, maar mm. in de zomer is het best een mooi park, maar in okay. de winter niet. Nee. En dat was in november, 22 november of zoiets, volgens zo. mij. Zo. 22? Volgens mij 22 november. Oh. Zoiets dacht ik. Oké. Okay. Dacht ik. Het was de dag van. De, nou ja, moet ik niet omlachen, maar de dag van de <laughs> aanslagen in Parijs. wat oh, moet je daarom lachen? Nou ja, gewoon omdat het zo, zo, zo raar was. Was dat die dag? Ja. En toen deed jij een huwelijk zou Nee, dat was te horen, pas s'avonds toen we in het oh, hotel. Dat was heftig wel, joh. Ja. ja, want de grap was, en dat heb ik ook al vaker verteld, is dat ik eigenlijk naar Parijs wil gaan. Mm. Wat beter gekund dan nog niet? Ja, juist niet, toch? Daar waren al die aanslagen. Oh, wacht, sorry, ik zat even in mijn hoofd. Ik dacht dat je al in Parijs was. Waar was nee, ik ben in, in Berlijn. Oké. Okay. Ik wil zo naar Parijs. Dat uh, ja, was goed, eigenlijk mijn eerste idee zo was naar goed Parijs. Heb ik gaan. Gekeken. Ja, jij zegt aanslagen in Parijs. Ik denk, oh, dan was je daar. Nee. Maar Berlijn. In Berlijn. Ja. Dat was een mooie video. Leuk, complimenten. Nou, heb je nog <laughs> wat te zeggen of uh, is de grote al? En ik, ma ik maak al een afjeugd. Ik maak je toch niet af? Dat is uh... toch een verleden? Maar ik vind gewoon dat iets niet helemaal lekker gelopen is. En uh, hallo, dat is toch juist prettig en daardoor hebben we elkaar toch ontmoet... dat het leven niet altijd even goed ging. Zwaar. Uh, dan betekent het niet dat het daarna voor eeuwig uh, verpest is, hè? Ja, maar trouw is wel echt heel achterhaald, hoor. Ja, vind ik echt. Trouwen is achterhaald. Ja, wat vind bedoel een je daarmee? achterhaald Nou, is toch niet meer. Mensen trouwen niet meer echt om de dingen die, uh, die vroeger. Uh, ik denk juist wel. Um, ik denk juist wel. Vind het een hoop geld voor, uh, voor een dag waarin nou, je naar meer terugkijkt? Dat wel. Ik vind dat wel heftig om te horen dat de dat minimale bruiloft 14.000 euro 15. kost. Ja, 15.000 euro vind ik echt belachelijk. Ja, 15.000 nou, euro is ook gewoon belachelijk. Vind ik echt idioot. Maar ja. dat zegt ze toch alles waar een B voor staat? De drie bs Ja, De drie bs begrafenis, bruiloft en baby. Ja, zeg geen zin. Alles krijg je meer geld. Dus dat is een goede branche om in te zitten, denk ik. Ja, dat als je zegt ik wil gewoon even een verjaardagje vieren, dan is het goedkoper dan een bruiloft ja. vieren. Als je dus een, een feestje gaat geven, ik heb de tip voor bruiloft. Je zegt niet dat het een bruiloft is, maar je zegt wel dat uh, degene die in het middelpunt van de blanke niet gaan staat, trouwen. Nee, um, in de middelpunt van de blanke ja. staan. In het wit en in een pak komen. Ja. Uh, je nodigt familie en vrienden uit. Uh. Het is een soort van receptie, maar toch net niet. Nee. Wel met witte uh, alles in, in, in bruidsthema, maar geen trouwerij. Geen trouwerij. Hey, goede tip. Hey, tip. Ja, ik vind het een slechte tip. Als dus jullie het uitproberen, laten we weten of het werkt. Ja, ik vraag me af of het inderdaad echt zo is, want ik vind die theorie wel kloppend. De, de drie B's. De drie B's, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ja, dat geld, daar kan ik niet over uit, inderdaad. Maar jij bent te huwelijk gevraagd, dus. Ja, ik ben heel romantisch te huwelijk gevraagd. Ja, maar romantisch ja, dat vind denk ik maar... eigenlijk gewoon schandalig omdat zoiets gebeurt. Ik denk, denk dat jij getellen. romantischer bent ten huwelijk gevraagd. Nou, dan ja, ik op het heb op zich gedaan. denk dat dat niet veel verschilt. Er. Nou, wat is dit nou? Wat is er nou dan? Vind je, vind je niet dat dat romantisch was dan? Ik was een beetje jong en, uh, en idealistisch. Ik had er nog helemaal niet over nagedacht. Waar was je toen dan? Zo, dat weet ik echt niet meer, 25 misschien. Nou, ja, ik was uh, 24, dus op zich. Ja. ja. Ik dacht, dit is the one. This is the one. Bleek achteraf dus niet zo te zijn. Maar goed, dat dacht ik toen wel. Ja, ja ik, uh, ik weet niet. Ik kan uh, niet zo heel veel vertellen over die ervaring zonder dat ik het zielig vind. Sneu vind. Hoezo? Ja, ik wil dat niet. Ik wil dat niet zo. Um... Maar het is toch niet sneu? Maar hij heeft toch, hij heeft toch een huwelijkvaart? Ja, toch wel een lief? maar ik vind het gewoon. Ja, dat is lief en daar wil ik het ook gewoon behouden. Oké, okay, nou, <laughs> ik voel dat ik op een territorium kom Nee, dat niet, vind ik uh, gewoon sneu. Dat snap je wel toch? Ja, maar waarom? Ik, mag, ik moet het er wel over hebben. Ja, maar jij bent degene waar het beëindigd be 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 is, weet je. Ik was degene die het beëindigde. Oh god, zij ja. voelt zich weer goed over zichzelf. Hoor. Dat is niet. <skleuken> Als ik me goed over mezelf had gevoeld, had ik nu gewoon het gehele verhaal vertelt, Het indrukwekkende verhaal van de meest slepende romansen. Al Ro was de romance. Ja, dat is echt een hele. <laughs> Schat, dit kan je niet maken. <laughs> nee, laat het ophouden dat ik jong was en uh, dat ik niet zo heel erg goed over nagedacht uh, verder had. Laat het maar naar het snackje van de week gaan. Het snackje van de week komt morgen online. Wat is dat dan? Zeg je dan? Wat is dat dan? Wat zegt dat dan? Nou, weet je wat dat is. Het is namelijk de kaneelkoekjes van oh, de bolletje. Oh, die zijn zo lekker. Kaneelsterren, holy. Nou, kijk, je gaat het morgen zien in de video, maar holy, die was lekker. Mm -hmm. Dat echt, ik dacht, die Kerstmannen, nou, die vind ik al geweldig, maar dit is Kerstmannen. <laughs> toch? Ja. ja, ik heb deze koekjes zelfs voorbij zien komen bij, volgens mij was het uh, Charlotte Blitzboom. Oh. En uh, die deed ook zo lyrisch over die koekjes, maar ik dacht, ja, Kaneel. Laten we eerst zijn, dat zijn geweldige koekjes toch? Was het eigenlijk bij haar? Ik weet het eigenlijk niet. Maakt ja, niet klopt. uit. Maar heel veel mensen zijn hier lyrisch over. Ja. We hebben namelijk 21 Kerstkoekjes getest. Nou, een tierlist trouwens van gemaakt. Ja was leuk. Bijna dat chemisch. Leuk. Ja, we hadden top. De laatste tier is alleen gebruikt voor onze standaard... Uh, chemisch. Onze standaard... Uh, chemisch. Minst favoriete supermarktje. Oh, Jumbo. Ja. Oh, die, die is weer laag. Die, die stond op allerlaagst. Is dat zo? Ja, ja een ja, van dat de kan Jumbotjes. Kan ook niet anders. Echt, ik denk als Jumbo ooit naar me toe zou komen om een samenwerking, dan ga ik echt lachen. Daar heb ik nog nooit een video van moeten Doe zien. eens even normaal. Dan ga, ik, nee, maar dan ga ik lachen als in. Dan zouden ze echt nog nooit de video van me gezien hebben. Nou, ik kan ik nog me nog wel zeker een, een zekere video doen. herinneren. Uh, uh, in de budget waar ik nog steeds pist over ben. Oh ja, zo. Ik heb die budget serie trouwens online gezet. Mensen zijn er enthousiast over. Het was inderdaad een, een, een oude. Maar. Ja, het uh, doet alsof het een geheim was. Dat zei je gelijk aan het begin, toch? Ja, zeg ik ook gelijk Populatie. aan het begin. maar sommige mensen die luisteren. Niet. Nee, oké. Okay. Uh, maar inderdaad, wat daarin gebeurt... veel mensen zeiden: van je had het gewoon mee moeten krijgen. Dat zeiden ze toen al, maar zijn ze nu, nog nu steeds. weer? Ja, ja ik, was, ik, was er echt, uh, ik was er echt boos over. Ik kan me nog herinneren. Ik kon me weinig dingen boos maken. Maar dan moet je je over een bepaalde schaamte heen zetten: van dat je een product die over datum is, eigenlijk nou bijna over datum, mm. gratis meekrijgt. Mm. Wat gewoon in het reglement staat. Dan mm. zet je daar overheen en dan ga je naar iemand toe en dan word je eigenlijk een soort van behandeld alsof je iets heel raars vraagt. Ja. Yeah was ook s ochtends vroeg. Ik denk dat het zacht was. Ja, maar ik denk dan... Uh, ja, maar ja, goed. Ik kan me daar nog steeds boos om maken. Maar laat ik het niet. maar niet te veel oprakelen, want... Uh, nog even en ik kan gewoon niet meer... Uh, überhaupt dat logo. Als ik het in de buurt kom, dan denk ik al van nee. Wel een uh, leuke kleur. Vind je het leuk, geel? geel ja. Nou, ik het een beetje... Uh, We hebben geel hier op de achtergrond. Een beetje lelijk. Oké. Okay. Nou, wat, uh, waar staat de komende week voor in het teken, meid? Van een hoop uh, mysteries. 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 Hoezo? Weet niet. Je bent bijna jarig gek. Oh! Je vergeet gewoon elke keer dat je zaterdag jarig bent. Ja, ik schat ik ben daar niet zo heel erg mee bezig. Hoe oud word je? Is het al Dat weet ik ook niet meer. Is het al tijd uh, om, om, om je? Nog niet, nog vier jaar. Nog, <laughs> nog vier oh, jaar en dan ga ik mijn leeftijd weghalen online. Oh, vier jaar weet je niet meer laat je bent. <laughs> Over vier jaar ben je standaard 30, toch? Heb jij, nou ja, ik heb dan nooit het, echt het gevoel dat je. Mensen hebben sowieso niet echt het gevoel dat ze hun leeftijd zijn, en nee. ik denk dat het nog heftiger wordt als je ouder wordt, ja. omdat je gewoon een bepaald beeld had bij een 31-jarige. Ja, omdat het van vroeger waren mensen hadden veel meer het leven voor elkaar. Wij ja. kunnen nog niet eens een uh, koopwoning krijgen. Okay, pas eens op. Oh, sorry, schat. Ik, ik bijvoorbeeld, ik zat op de therapiegroep. De The therapie, yes. hè. En toen was ik een jaar of 16 en toen dacht ik, oh, kan ik maar 10 jaar vooruit spoelen, dan heb ik tenminste een huis en een vent en een kind. En toen liefde ze mij tegen het lijf en toen had ze het nog steeds niet. En dan wacht op je 26 niet. En maar... met 26 zat ik gewoon moedersziel alleen in, uh, in een uh, twee-kamerwoning. Dat is niet erg, als het maar gezellig is. Hm? Ah, wacht. Nee, het was niet gezellig. Nee, echt niet? nee, ik was wel blij met mijn woning. Maar. Nou ja. Ja, met die hardcore -gozer onder je? Nee, uh, hè, zat ik toen nog daar? Ja, tuurlijk. We hebben elkaar toch ontmoet? Was je 26 toen we elkaar ontmoeten? Nee, ik was ouder. 27? Ik weet Jeetje, niet. hoe oud ben ik? Ja, vier jaar geleden is het bijna. Nee, oké, okay, dan, dan was ik misschien 27. Ja, ik denk 27. Nee, toen was ik helemaal unhappy in die flat, ja. Dat was echt verschrikkelijk. Ja, ja nee, en dan, dan... Jij woont in het huis waar wij nu wonen. Daar woonde jij sinds dat we elkaar kennen, hè? Dat mm, weet ja, je. daar woon ik net inderdaad. Nee, daar woonde je. Je, je, je woonde nog in het oude... En in dat weekend oh ja. ging je over. Ja, zo. Je ja. hebt echt uh, een grote mijlpaal met mij meegemaakt. Heb hele grote mijlpalen met je. Maar ja, meegemaakt. goed. Toen ik 16 was, dacht ik dus: van dan heb ik het hele leven wel voor elkaar. Dan heb ik tenminste. heb ik wel al de moed om. Uh, om uh, uh, het volwassen leven aan te gaan. Maar als je dan nu kijkt, met 31, en dan denk ik: ja, ik weet wel meer. Ik denk dat ik wel beter weet hoe en wat. Mm -hmm. Maar ik voel me nog echt niet zoals ik dacht dat ik me zou voelen. Ja, ik hoor het ook altijd mijn vader zeggen: ik voel me ook geen uh, 64. Ja, dus dat is eigenlijk blijft, denk ik, blijf denken van alle leeftijden. Ja. Terwijl als je vroeger naar je ouders keek, dan dacht je echt van. Je uh, weten het allemaal. Ja. ja. En dan kan je erachter echt als je ouder bent dat het niet zo is. Nee. Onderwerpje. Nou. Mocht je nog een leuke uh, merch willen aan. Merch zeg ik altijd. het is, gewoon, het is onze uh, club. Ja, line. het is geen merch. Shop. Het is geen merch, nee. Mocht je nog iets van de Overprikkeld Club willen aanschaffen, ga vooral naar de webshop. De webshop gaat wel binnenkort offline, omdat ik hem uh, ga we overzetten weer naar onszelf toe. Dus uh, wees er snel bij. Als je hem denkt deze week nog bestelt, dan komt het nog wel voor kerst binnen. Hoop ik. Daar, dat durf ik niet 100% te zeggen, maar ik denk het wel. Uh, nou, nogmaals. Superleuk. En mocht je naar onze theatershow willen komen in Voorburg, want het is in Voorburg, heb ik nog niet gezegd, dan uh, gaan we de hometown. link in de beschrijving. Ja, en uh, laten we met OV wel te niet, komen. Uh, ja, het is wel redelijk te doen met OV, maar we kunnen ook een grote partybus inschakelen. Toch? Nee, helemaal niet. Woep, 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 woep. de Venga Boys, heel keihard door de speakers heen. Het is wel spannend, hè, want nu moeten we dus gaan bedenken wat we dus daar gaan doen. Wij weten al wat we gaan doen, toch? Ja, maar we hebben de, de, de video's nog niet af. En we hebben aardig wel wat ervaring nu met uh, ik toekijken en jij presenteren. Ja. Klopt, dus het dus. gaat wel goed komen. <laughs> en anders, jullie, uh, de mensen die komen, die... Uh... Nee, het lijkt me ook gewoon leuk, omdat ik natuurlijk ook een groot account heb, even om prikkelen, mm. met heel veel um, uh, autistische luidjes. Lijkt het me ook wel leuk om een soort van, um, ja, toch mensen bij elkaar te brengen die allemaal wat gemeen met elkaar ja, oh, hebben. Ja, dat hebben we niet gezegd inderdaad, ja. want dat was eigenlijk het derde punt waarom we het wilden doen, is om ja. mensen ook bij elkaar te brengen. Omdat wij natuurlijk mentale... Veel met mentale gezondheid doen. En ja. onze problemen en uitdagingen en alles bespreken. En dat lijkt ons ook leuk om toch iets interactiefs ook nog toe te voegen. Ja. Met de mensen die komen. Um, dus uh, dan roep ik zoiets als uh, van wie is hier allemaal autistisch? Hey. En dan uh, steken we allemaal de handen op. Wie heeft er al, wie heeft allemaal angst? Hey. Hey. Wie durft er zijn huis eigenlijk niet uit? Hey. Hey. Wie is, heeft de benen? Woe. Hey. Woe. Ja, dat lijkt ons gewoon heel leuk. Wie is overblikkelijk uh, allemaal? Wie. Ja, en dan gaan we zo'n kanon nemen, nemen die dan zo'n uh, t-shirt eruit gaat spuiten. Oh ja, zo'n speciaal t-shirt die we daar alleen voor maken, toch? Ja, ja en dan staat er een keihard overprikkeld. En ik was bij de vetgezellig live show. Ja, yeah, ik ben yeah. de enige van de 140 matjes. Yes! Een privé-showtje. Ja, kan ik niet gratis om doen, schat. Dat is, daar is het budget in te voor. Als er voor. niet 140 mensen komen, kunnen we geen t-shirt-kanon nemen. Maar we hebben wel het budget om het een klein beetje leuk aan te kleden. Ja, plus een snackje van de week aan te bieden. Het snackje van de week komt Gaan er ook, ook bij, doen. zeker. Ja. We hebben allemaal dingetjes, kaartjes. Uh, dus wees niet bang dat je hoor krijgt of trek krijgt. Nee, snackje van de week komt erbij. Het is gewoon echt geweldig. En, uh, ik, ja, <laughs> het is gewoon echt geweldig. Ja, laten we eerlijk zijn, het is geweldig. We <laughs> weten nog niet hoe het eruit gaat zien, maar het wordt gewoon geweldig. Nee, ja, gewoon dat we met z'n allen... Gezellig. Nou, ik heb maken. wel echt oprecht zin om jullie te ontmoeten. Ben ik serieus? Ja, ik vind het ook. Het is heel anders dan dat je het echt voor een je uh, weet. hebben natuurlijk aardige presentaties gedaan. Ja. Maar het lijkt mij eerlijk gezegd dat we meer op ons gemak kunnen zijn dan. Ja. Omdat we al natuurlijk met mensen samenkomen die ons kennen. Besef dat we misschien een reis in het circus gaan worden ik in de auto gaan we zo naar Groningen oh, toe gaan we daar een shirtje doen om daar achter uh, is toch leuk ja. met allemaal, uh, met allemaal uh, spellen in de achter, achterbak en, ja. uh, en uh, truien en shirts en zo ja precies Leuk merchandise tentje <laughs> ziet vorm hoor ja ik zie het ook wel vorm eigenlijk volgende week gaan we het hebben over de kerst en dat is leuk nou ja op zich toch ja.